kijk, dit is nou echt het kloterigste moment voor een kunstenaar. Weet je, dan stuif je zo'n doek en dan weet je eigenlijk al hoe het mooi het gaat worden. Maar de hele weg ernaartoe, weet je, met al die lagen en de strijd van dat is weer niet goed en zal dat even daarover schilderen. Ik vind een schilderij moet gewoon verschrikkelijk goed in de verf zitten, weet je wel. Dat mensen zien dat het niet zomaar even vanuit een foto heel vlak is. En de kracht van mijn werk is ook gewoon dat het heel veel huid heeft. Hè? Ik ben natuurlijk ook een beeldhouwer. En ja, mooie ronde vorm en veel huid, veel verf. En het grappige is eigenlijk, ik weet nooit precies wat ik ga maken. Het is altijd een beetje, zet ik die figuren op en dan probeer ik dan iets in te herkennen. Totdat ik dan een beetje hou vast krijg. Nou, waarom ben je kunstenaar, ja? Ik merk wel dat gewoon heel goed bij me past, zeg maar. Dat de strijd, de eenzaamheid, niet te veel tegenspraak. Niet te veel mensen om me heen die iets van me willen, weet je wel. Als ik mijn atelierdeur dicht heb, dan is de sky gewoon de limit. Maar dat is ook tevens hartstikke moeilijk, want als er geen grenzen zijn, hè, ja, waar ga je heen? Waar ga je beginnen, weet je wel? Hoe groot is het kader? Er moet altijd wel een kader zijn. Terwijl ik een heel bloedhekel aan kaders heb, want dan vlieg ik altijd uit, hoe groot het ook is. Het is eigenlijk nooit af in mijn gevoel, omdat ik altijd weer zie, ook als ik het later zie, dat ik iets meer kan dan wat erop staat. Maar aan de andere kant denk ik, je kan niet je hele leven op één schilderij zetten. Ik heb hem ook een beetje geleerd dat dit juist momentopnames zijn van hoe het nu is en hoe je nu voelt en hoe sterk je bent of hoe zwak je bent. Karl Appel zei wel eens, nou ik een schilderij, het is niet klaar, maar ik ga zitten en ik kijk het af, weet je. Maar dat snap ik wel, ja. Dat je er gewoon vrede mee hebt, weet je. Dat je denkt, nou de kleren, zoek het maar uit. Het is goed zo. Ik ben natuurlijk vrij kunstenaar, ik ben beeldhouwer, ik ben schilder. Ik maak muziek, ik schrijf. Misschien ben ik wel gewoon een levenskunstenaar. Misschien is dat het eigenlijk wel. Dat is ook wel heel bijzonder, hè, dat je levenskunstenaar bent. Theo Mokaj is een kunstenaar die schilderijen en beelden maakt al gedurende 30 jaar professioneel van zijn leven. Ik vind dat de Modern Galleries zeg maar een heel internationaal karakter hebben. Het is breed van opzet. Ik zie het ook aan de mensen die hier binnenkomen. Het is een heel gemêleerd publiek, internationaal publiek. Nou, dat spreekt mij erg aan. Ik denk dat het goed is dat je in de juiste galerie uitzoekt om zo'n breed mogelijk exposure te krijgen, ja. Ik werk veel in Italië, bij Mariani in de gieterij, hè, daar werken natuurlijk heel veel internationale kunstenaars, van Fernando Botero tot Igor Mitterrand, noem ze maar op. En ik dus ook. Hè. Oh ja, trots. Ik vind het altijd moeilijk om over jezelf te zeggen dat je mooie dingen doet. Want het oog ziet zichzelf eigenlijk niet, volgens mij. Maar wat ik wel beleef is, ik hier loop en ik denk, ik kijk ernaar als dat het niet van mij is, dan vind ik het wel heel mooi.